Hey, hoi, leuk dat je weer kijkt. Het is weer een nieuwe week en we gaan weer wat dingen doen. Sowieso werken weer ook. Zit er altijd in, hè? En ja, verder weet ik het eigenlijk nog niet. Ik hoop dat ik vandaag een beetje op tijd klaar ben. Als het goed is wel. Dus dan kunnen we nog even naar de bios. We gaan even kijken wat er draait. En dan kan ik even vertellen hoe een film was of niet. Dus, in ieder geval leuk dat je weer kijkt. En veel kijkplezier verder. Beetje hey, ik zal even de muziek uitzetten, want anders is het wel niet te bestaan, denk ik. Ja. Ik ben dus in mijn eentje. Kijk, Dobie is hierbij vandaag. Maar ik ben Oscar aan het ophalen en we gaan naar de film. Naar Hellfest. Daar houdt Rob niet van, dus we gaan met z'n tweeën. Ja, als je niet mee wil, moet je niet meegaan, toch? Dus, ik ga jullie weer laten weten hoe het was en ja, meer hoe die is. Niet hoe het was, hoe die is. Ik heb Oscar al geappt, maar hij reageert nog niet en ik sta dan voor zijn deur. Nou ja, misschien... Hij wacht op de lift, oké. Okay. Misschien tot zo. Ik denk het wel. Ik wil wel even... toch minstens nog iemand om tegen te praten of zo, hè, vannacht. Ik moet wel vroeg op, want ik heb morgenochtend nog een afspraak met zo'n coach. Die gaat een trainingsschema voor me maken en dan kan ik er echt tegenaan. Vandaag was echt de laatste dag dat ik had lopen kutten met cola, Red Bull en allemaal andere shit. Vanaf morgen is het waarheid. Of de waarheid. Kijk, Marco Bizzato wel. Morgen is gewoon de dag en dan gaan we er tegenaan. Dus, tot na de film. Hey, ik ben weer terug. Deze moet je niet kijken voordat je naar Halloween gaat en Walibi of zo. Want je durft juist er dan weer geen idee. Hij was niet slecht, maar hij is ook niet echt goed of zo. Want het was te spannende stukjes. Maar het gaat er dus over dat het een Halloween feest is met allemaal van die horrorhuizen en zo. En is er één keer één echte gek. Dus loop uit dan. Dat, daarom zeg ik dus, je durft daarna niet meer naar Walibi of Moverville, dan weet ik van waar het allemaal nog meer is. Dus dat, ik ga nu naar bed, morgen om 11 uur in de sportschool met een trainer. Dus tot morgenochtend. Hey, het is nu 10 uur, ik heb nog een uurtje. Dan heb ik een afspraak met een trainer bij de sportschool. Ik ga nog even proberen naar binnen te werken en Sarah uit te laten natuurlijk. En dan ga ik naar de sportschool en dan krijg ik eindelijk mijn eigen trainingsschema. En dan ga ik recht tegenaan gaan. Ik weet nou niet of ik moet gaan eten of niet, want ik ben bang dat ik uitkom. Maar ik heb wel een beetje trek. Maar mijn hoofd en mijn keel zeggen blog. Dus ik ga eens even kijken wat we gaan doen. Dus. Gedoe weer. Ja. Ik laat het jullie weten. Hij is hoor. Laat het ze weten, is hoor. Zou ik helemaal aan van, wat de fuck wil je nou weer allemaal? Mijn hol. Heeft ze wel een beetje gelijk, want ik lul ook maar weer wat. Dus, eerst wordt dus wel weer een shakeje met banaan, kiwi en aardbei. Kijk of die goed dicht zit. Wacht. Zo, ik heb hem even iets sneller gemaakt dan normaal, want ik ga het anders niet trekken vandaag. Het is nog steeds best dik. Nou ja, ik ga deze opdrinken, de hond uitlaten en dan zit je erbij. Dat is wel een beetje jammer, hè? Dan loop jij gaat pleuren als ze sporten vandaag. En dan ga ik even een verse friet. Ja, dat maakt wel eens dan. Ik ook best wel wat, want jij hebt geen avondeten. Of ik moet zelf wat gaan maken. En daar heb je nog net. Zo, ik kom dus net terug van de sportschool. Het is echt. Het gaat zwaarder worden. Sowieso. Dat was de bedoeling, want ik wil echt iets aan mijn conditie gaan doen en ik wil wat gespierder worden, want anders gaat het niet goed komen, toch? Zo. Sarah heeft alweer een luie dag. Zoals altijd. Altijd. Is niet normaal. Dus gaan we even wat eten en een serie kijken. Dus. Ik ben dus net een. Ik ben net serie. Zo. Moeilijk.
Ik ben dus een nieuwe serie begonnen van de week. Dat Elite. Het Spaans. Daar komen ze net achter. Dat het niet de serie is die je aan moet laten staan als je je fiets in de keuken gaat doen. Want dat Spaans, dat versta je niet. Tenminste, ik niet hoor, haar. Jij wel haar, ik niet. Sarah ook niet, geloof ik. Nee, dus. Die kan weer terug gaan spoelen. Fijn. Rob vindt het gek dat ik Mary Poppins nog nooit heb gezien. Nee, dat vind ik heel gek. Maar er komt een deel 2, dus ik moest wel. Hoe kan je Mary Poppins nou niet gezien hebben, jongen? Of dat hem allemaal niet interesseren? Ik weet niet of ik me nu al jongen, je bent ouder dan mij, zoals ik hem op fucking vak. Oh, ja, ook niet zo, hè, Frits? Dat is wel waar, en ik heb wel gelijk. Dat is waar. En wat hebben we net besloten morgen te gaan doen? Naakt te gaan dansen in het bos. Ja, is dat niet enig? Beelden volgen nog. Nee, even serieus. We gaan shoppen in Amsterdam. Anders hebben we weer niks te doen. Dus, tot morgen. Zeg dan tot morgen. Ja, tot zo. Hey, het is inmiddels donderdag. We gaan zo naar Amsterdam. We hadden eigenlijk om 10 uur afgesproken bij Oscar, maar ik had mijn wekker verkeerd gezet. Dus het is nu bijna 9:45. Rob is nu in de badkamer en dan wagen ik en dan gaan we maar gelijk weg. Ik had wel gezegd dat we iets later kwamen, maar dat gaf niet. Het is ook koopavond in Amsterdam, dus dat maakt sowieso niet uit. Dus even wakker worden. Het is inmiddels 9:55. Ik vind dat we het snel gedaan hebben. We gaan even snel wat drinken nog en dan gaan we richting Zwijndrecht en Amsterdam. Even kijken welk luchtje gaan we vandaag zo doen. Ik hou van dit luchtje. Dat is alleen een beetje fucking duur. 120 euro per flesje, dat is echt erg. Maar hij is zo lekker. En Lesje, wat gaan we vandaag allemaal doen? Waarom is het een lesje? Omdat ik je altijd lesje noem. Nou, dat wil ik hem zeggen. Nou, we gaan vandaag eerst een Oscorp halen. We zouden om 10 uur afspreken. Het is, even kijken, 9:50. En waarom is het 9:50, Lesje? Dit heb ik allemaal al gezegd. Ja, maar dit is leuk als ik het zeg. Nee. Meneer had zijn wekker op 8:30 gezet. Alles. En ik... 8:30. Alles. En je had hem op 9:30 gezet. En hoe laat zouden we weggaan om naar Oscar te gaan? Om 9:45. Dus meneer is slimmer. 9:45. Ja. Dus zoveel later zijn we niet. En nog. Jij had je wekker om 8:30 gezet en ik had hem nog extra gevraagd en je zei je ja. Je moet wel opletten wat je filmt, knurren, want je filmt het gewoon. En wat heb je daarop te zeggen? Dat je hem eigenlijk moet doen. Ik wil het wel halen. Nou, ons avontuur zien jullie zo verder wel weer. Heb je veel gekocht? Nee, maar zo weinig. Oh, ik heb dit, maar ik ga het morgen wel laten zien. Ik ben een beetje moe, dus we gaan naar bed. Ik zou wel ook even kijken. Nee, schatje. Dan ga je slapen. Ja, we gaan slapen. Ja. Te rusten. Hey, goedemorgen. We hebben dus gisteravond nog even... Gisteravond zijn we nog even naar Vanessa gegaan. Dat is nog 2:30 geworden ofzo. Dus ik ben nu een beetje verrot. Maar ik moet nu op catering weer in Rotterdam. Maar ik moet eerst naar Wantij iets ophalen. Want dat ben ik van de week vergeten mee te nemen. Dus eerst nu naar Wantij, dan naar Rotterdam. Dus daarbij moet ik weer terug naar Wantij. Want we hebben weer een feestje vanavond. En ik heb honger, moet ik zeggen. Ik ben een shake vergeten te maken. Oh. En over 2 weken of zo gaan we de waterchallenge doen. Normaal is dat een maand. Hun hebben maar tijd voor 2 weken omdat ze op vakantie hebben, dat vinden ze kut. Dus we gaan 2 weken alleen maar water drinken. Verder niks. Jij mag wel eten, maar geen ander drinken. Dus, nou ja, ik ga nu naar Wantij, anders haal ik het allemaal niet. En, Zo, ik ben inmiddels klaar. Het is echt pleuris weer. En ik heb echt medelijden met die schaapjes. Ik weet het, ze zijn het gewend. Je ziet ze niet goed.
Hij is sterk. Hij voelt niet scherp of zo. Hij focust op de druppels, wat is dit? Maar daarachter staan de schapen, je kunt het echt zien. Hoor hoe het regent. Het is niet eens heel hard. En eigenlijk laten ze altijd gewoon van buiten staan. Eigenlijk best zielig voor die beesten. Maar goed, ik ben nu klaar. Ik ga in richting Dordt. Me klaarmaken voor ik denk een diner en een feestavond. Want het is weer vrijdag. Dus... ik zie jullie weer in Dordt. Later. Hey, hoi. Het is inmiddels zaterdag. Sorry, ik moest even denken. Het is al 4 uur 's middags. Ik was terug in slaap gevallen. Oh mijn god, ik heb zo gelegen. Ik ben helemaal rood. Ik ga kijken of ik daar nog wat aan kan doen. En dan ga ik zo werken. Het was vannacht weer 2 uur thuis was. Dus ik was echt kapot. Ik moet ook nog mijn tas inpakken nu. En dan richting mijn werk zo. Want ik slaap erop vanavond. Ik moet nog ook weer werken. Ik zal trouwens nog eventjes... vlug laten zien wat ik allemaal gisteren gekocht heb. Ik moet vanavond met een spijkerbroek en ik twijfel heel erg of dat deze kan. Ben ik toch anders dan de rest, hè? En ik heb zo'n zwart zeepje gekocht. Het schijnt heel goed te zijn voor je. Een Dunkin' Donuts natuurlijk. En gewoon een zwarte hoodie van Levi's alweer. En waar ik nog het meest blij mee ben, zijn mijn Levi's schoenen. Ik vind ze zo vet. En nogmaals, ik word niet gesponsord door hun ofzo hoor. Ik koop het gewoon allemaal zelf. Maar goed. Heel raar beeld weer dit. Ik ga me klaarmaken, want anders ga ik het allemaal niet halen. En ik zie jullie vanmiddag, vanavond weer. Ik film wanneer, ergens weer. Dus extra aangekleed. Voor dit feest, van buiten ook lampen op de bomen, alles. Zelfs een beeld voor het gebouw is verlicht, van waar hoe donker is. De andere zou ik het herfsthuis zijn aan het inspelen. Inmiddels zondag. Ik ga weer werken. Het was vannacht best laat geworden, 3:30. Toen was ik wel heel blij dat de klok een uurtje achteruit ging. Dan zat ik een uurtje extra. En ik ben er zojuist ook achtergekomen dat ik een speciale gave heb gewoon. Ik zet mijn wekker een uur te vroeg. Oké, dat kan gebeuren. Maar vervolgens moet ik nog gaan lopen haasten om op mijn werk te gaan komen. Ja, dat is echt heel knap. Dus ik ga weer werken en dan zie ik jullie vanavond weer. Was trouwens gisteren een beetje, ja, het was wel een leuk feest. Die band, Hermans House Band, is echt leuk. Ze hebben zelfs nog een gastoptreden gehad van iemand van ons uit de keuken. Ik heb me echt doodgelachen, maar goed. Wat wou ik zeggen? Ja, van die mensen dan die er dan zijn, ook op dat feest. Die mensen die het regelden, gewoon die mensen van het feest zelf, waren hartstikke aardig. Maar dan sommige gasten, ik denk echt van... kots jullie echt uit gewoon. Eentje die tikte ik net aan. En die gaat helemaal overdrijven. Ja, dan krijg je nu helemaal hartkloppingen. Want je liep helemaal ondersteboven. En dit en dat en zus en zo. Nou, sorry gast. En doe ik dat expres? Nee. Ik probeer mijn glazen te redden. Zodat ze niet vallen. Maar vervolgens loop ik dus verder. En hij duwt me gewoon fucking hard. Dus ik laat bijna al die glazen vallen natuurlijk. Maar goed. Daarna gaat hij ook nog klagen bij mijn baas. Terwijl hij mij fucking geduwd heeft. Ik vind dat echt. Gewoon. Maar dan later ging ik gewoon hapjes lopen. En toen ging ik echt gewoon expres bij hem zo. Wilt u nog een hapje meneer? En echt heel vrolijk en blij. En dan denk ik echt hier voor je. Echt zulke mensen jongen. En dan aan het eind van het feest. Vroegen ze. Of dat ze een taxi konden bellen. Hebben gedaan. Maar ja, het is zaterdagavond 1 uur. Alle feestjes in Dordt zijn afgelopen. Iedereen gaat naar huis. Dus de taxi laat zijn 30 minuten, maar dat duurde 3 kwartier. En dan gingen die mensen helemaal tegen ons lopen zeiken van ja, dit is toch geen service, ga je zo met je gasten om en... Jongen, wat wil je nou? Zijn wij dat taxibedrijf? Nee! Flikker op man! Dus, ik hoop dat ik vandaag een beetje leuke mensen heb. Er waren trouwens ook heel veel leuke mensen hoor.
Heel veel. Er waren het echt maar twee gewoon die ziekte voor de rest eigenlijk een beetje. En volgens mij heeft de rest daar weinig van meegekregen. Die keken ze wel zo aan van waarom doe je zo arrogant. Maar goed, we gaan, het is zondag, we gaan weer een nieuwe dag beginnen en ik ga lekker werken. We hebben vandaag een baby shower, een high tea en wat lunches. En het wordt volgens mij wel redelijk lekker winterweer, tenminste winterweer, herfstweer denk ik. De zon, dus de lucht is echt strak, strak blauw. Maar het is wel een beetje fris, het is maar 8 graden of zo. Maar goed, we gaan beginnen. Wat een geoude hoer, nu al. Ja, veel te veel geoude hoer. Dus, ik zie jullie vanavond weer. Nee, dat was weer een dagje wel. Dat de klok een uur achteruit ging, leek het zo lang te duren allemaal. Maar we waren lekker vroeg klaar. Het is nu pas 7:30 of zo. Ik ga lekker mijn nest in. Een serie kijken. En bedankt voor het kijken en tot volgende week. Later. Hey, hoi. Leuk dat je mijn video hebt gezien. En ja, ben je nou op de hoogte blijven van alles, dan volg me op alle socials. Snapchat, Insta en Facebook natuurlijk. Ik zie jullie daar.